hallo, ik ben Frederik de Heter. Momenteel zijn we hier aanwezig in Frankrijk, waar we ondertussen al 7 jaar aardappelen telen voor Lamp Westen. Het bedrijf De Heter wordt uitgebaat door 2 personen. Dat is ik en mijn collega, mijn neef. En wij doen alles samen. Het voordeel is dat dat verhaal met Frankrijk en België heel goed klopt. Er is altijd iemand van beiden aanwezig op de locatie dat de werken uitgevoerd worden. Wij planten en aanaarden apart, 2 fasen. Hier gebeurt dat meestal dat er aangeaard wordt tijdens het planten. Maar wij doen dat niet, omdat wij de kunstmest toedienen tussen het planten en het aanaarden. Omdat wij ondervinden dat een positief effect heeft, dat je kunt aardappelen telen met iets minder kunstmest, omdat het veel beter bij de knol van de aardappel zit. En het tweede pluspunt is ook zo dat we denken dat de grond wel wat rapper opwarmt en je nadien begint aan te aarden. De verwachtingen van dit jaar zijn, hopelijk is het een beter jaar dan vorig jaar qua opbrengst. Vorig jaar was een gigantisch slecht jaar. Hopelijk is de regen wat verdeeld dit jaar en is het niet extreem droog en niet extreem nat. Dat zijn altijd de beste roeiomstandigheden. De innovator die we nu planten, die wordt geroeid eind augustus, begin september. En dus in overleg met LWM gaat de rechtstreeks de fabriek uit. Dan wordt de Challenger geroeid, die gaat thuis bij ons in België in opslag. Daarna rooien we de Marquis, die gaat bij ons in de nieuwe opslag in de mechanische koeling. En daar gaan mijn collega iets meer over vertellen. Hallo, mijn naam is Pieter de Heter. We staan hier bij onze nieuwe bewaarloos te Houthaven. Deze bewaarloos heeft een uniek condenskoeldroogsysteem. Dit systeem hebben we samen uitgedacht met Lamp Westen Meijer, waar wij al 25 jaar teler voor zijn. Wat het unieke is van dit systeem, is dat we de combinatie kunnen maken tussen ventilatie met buitenlucht en ventilatie met koeling. De ventilatie met de koeling werkt als volgt. We kunnen eigenlijk onafhankelijk van de buitentemperatuur en buitenvochtigheid de aardappelen drogen en koelen. Het principe van de schuur is eigenlijk een volledige roostervloerventilatie, gecombineerd met een mechanische koeling en condensdroogsysteem. Het condensdroogsysteem werkt eigenlijk als volgt. In het najaar, wanneer de aardappelen binnenkomen, moeten ze gedroogd worden. Wanneer de koeling begint te draaien, wordt er ergens buiten aan de koelmachine warmte geproduceerd. De geproduceerde warmte buiten wordt terug ingemengd in de loods, waardoor we droge lucht krijgen en die wordt dan door de aardappelen gestuurd om ze te drogen. Later in het seizoen wordt de koelmachine gebruikt om de aardappelen netjes op temperatuur te houden, om de bewaarverliezen te beperken. Dit zien we nu al in het seizoen dat veel beter is dan andere jaren.